Welkom allemaal, talrijk publiek vandaag. We gaan zoals gewoonlijk starten met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. We hebben voor deze raad twee verontschuldigingen, dat is van mevrouw Fien Nouwe en Anita Royons. Eerste agendapunt van de agenda voor Maatschappelijk Welzijn zijn de notulen van de volgende vergadering. Zijn er opmerkingen bij? Kunnen we die goedkeuren? Wie is voor? Dank u wel. Dan het tweede agendapunt is de jaarrekening van het OCMW telt voor 2022. Die dienen we vast te stellen. Maar ik geef even het woord aan de schepen van Financiën, Mark Geerst. En die gaat er een kleine toelichting over geven. Die gaat dat ook doen nu voor de OCMW-raad. En die toelichting die is ook geldig voor de gemeenteraad. Hè. Ja, meneer de voorzitter. De jaarrekening is afgelopen maandag in uitvoering gesproken tijdens onze beleidscommissie. Een uitgebreide toelichting van onze financiële directeur hebben we dus ook al reeds achter de rug. De PowerPoint daarvan kon u dus ook terugvinden in de stukken voor de afwezigen. Want toen ga ik niet alles herhalen, maar ga ik toch even stilstaan bij de jaarrekening 2022 en de daarbij horende cijfers. Jullie zullen reeds opgemerkt hebben dat de jaarrekening toch wel een lijvig document is ondertussen. We staan uit de beleidsevolutie, dus waar we rapporteren over de prioritaire beleidsdoelstellingen, financiële notas, de schema's en de cijfers, de toelichting en tot slot nog de documentatie en de bijkomende documenten. Samen iets meer dan 380 pagina's deze lectuur. Bij de aanvang van ons legislatuur hebben we ons meerjarenprogramma 2020-2025 een tiental prioritaire acties geformuleerd. En jaarlijks moeten we dus ook terugkoppelen in onze jaarrekening over deze prioritaire acties. We gaan ze niet alle 10 overlopen, maar toch enkele. De organisatie van de buitenschoolse kinderopvang, de uitbouw van buurtgerichte zorgen, de aanleg van fietspaden en renovatie van riolering, kwaliteitsvolle energie en een eigentijdse bibliotheekinfrastructuur. Dus de status van deze prioritaire acties zijn weergegeven met verschillende kleuren en indicatoren. Planningsfase in uitvoering of gerealiseerd ondertussen. En die hadden jullie ook kunnen terugvinden in de toelichting van de jaarrekening. Koken kost geld. En dan zoomen we even in op de cijfers. Het gecumuleerd budgetair resultaat van 2022 is positief en bedraagt €2.054.150. Terwijl we in het meerjarenplan een bedrag van €234.156 voorzien hadden. Het beschikbaar budgetair resultaat van 2022 bedraagt eveneens die €2.054.150 tegenover een gebudgeteerd beschikbaar budgetair resultaat van €234.156. De autofinancieringsmarge ten slotte blijft ook positief in deze jaarrekening en bedraagt €5.042.384 tegenover een gebudgeteerde autofinancieringsmarge van €1.665.577. Het resultaat van deze jaarrekening zal via een aanpassing van het meerjarenplan ook moeten verwerkt worden in het boekjaar 2023. Normaliter staat dit dan ook geagendeerd door de gemeenteraad van juni, de aanpassing van ons meerjarenplan, aanpassing 7 is dat. Zonder al te zeer in te gaan in detail, laten we toch wat inzoomen op die exploitatiecijfers, op de investeringscijfers en de financiering. Om te beginnen met de exploitatie, met name de kosten en de opbrengsten. De kosten voor 2022 bedragen €46.574.134 en de opbrengsten €49.391.144. Wat dus logisch geweest een overschot geeft van het boekjaar 2022 een bedrag van €2.685.203. Ten opzichte van 2021 zien we dat de kosten toch gestegen zijn met een €3 miljoen en de opbrengsten gestegen zijn met een €4 miljoen. De exploitatiekosten liggen lager, 8,62% lager dan initieel voorzien in het meerjarenplan 2022. En de exploitatieontvangsten waren 0,8% lager dan voorzien. Focussen we ons op de structuur van de exploitatiekosten, dan zien we dat 49% van die exploitatiekosten naar ons personeel gaat. Dus een €19.285.000 gaat naar personeel in ten opzichte van 2021 is dat een stijging met 6%. Een 16% van de exploitatiekosten gaan naar goederen en diensten, ofwel een €6.321.560. En zij scoren een 8% hoger ten opzichte van 2021.
De voornaamste uitgaven in goederen en diensten zijn de huur en de onderhoud van hardware en software voor €744.000. Onderhoud herstellingen van wegen voor €440.000. De openbare verlichting voor €403.000. De buitenschoolse kinderopvang een €335.000. Een 13% van de exploitatiekosten gaan naar werkingssubsidies. Ten opzichte van 2021 een stijging van 19%. De voornaamste werkingssubsidies voor ons zijn de bijdrage politiezone Hanen, toch wel een 2,3 miljoen. Limburg.net met 1,4 miljoen. Bijdrage aan het zwembad SNR Pelt 1.628.000 euro. En aan de hulpverleningszone Noord-Limburg voor 1,364 miljoen euro. Tot slot zien we dat de individuele hulpverlening en de financiële uitgaven slechts een klein aandeel hebben in onze exploitatiekosten, met respectievelijk een 2.090.779 euro aan hulpverlening en een financiële uitgave van €131.000 per jaar. Net nog geen 1% van onze exploitatiekosten. Aan de keerzijde van de medaille zien we natuurlijk ook de opbrengsten. En deze zijn groter dan onze kosten. De grootste inkomen halen we natuurlijk als gemeente uit het fiscale ontvangsten. Met name 54% ofwel een €21.821.000. Denken daarbij vooral aan onze opzending ontroerende voorheffing en onze aanvullende personenbelasting die daar eigenlijk het grootste deel uit zijn maken. Onze algemene ontvangsten van werkingssubsidies bedragen een 32% ofwel een €13 miljoen. Wat moeten we daaronder verstaan is het gemeentefonds en subsidies voor het personeel. Staan we volgens even stil ook bij de investeringen in 2022. De investeringsuitgaven van zijn 55% lager dan voorzien. Met name hebben we toch een €14.587.000 geïnvesteerd. De investeringsontvangsten bedragen een 24% van de geraamde ontvangsten. Met name €1.635.000. De opvolging van de investeringsprojecten hebben jullie allemaal kunnen terugvinden in de documentatie. Voor de investeringen hebben we 64% van de gebudgeteerde ontvangsten en ongeveer 52% van de uitgaven doorgeschoven naar 2023. Een detail van die overdrachten waren ook toegevoegd bij de afzonderlijke toelichting eigenlijk. In 2022 hebben we, zoals ik juist zei, een 24,5 miljoen geïnvesteerd. Ik kan ze niet allemaal in de top 10 opnemen, met de top 5 en een willekeurige volgorde nog. Onze gemeentewerf op de Liebesbouwerlaan. De verbouwing hier van het oude gemeentehuis, het gemeentehuis hier in Oude Maring bedoel ik. De saneringsplannen van de Weidestraat, Roggestraat, Lommelzak en Tussenstraat. Onderhoud en buitengewone herstellingen van de wegen. En de aankoop van grond in de Kapelstraat. Onze ontvangsten te bedragen van €1,6 miljoen staan vooral uit verkoop van terreinen en van gronden. Tot slot hebben we heel kort iets stilstaan bij de financiering. Terwijl in 2022, als afgelopen jaar, deze uur, hebben we geen bijkomende leningen opgenomen. En bedraagt de openstaande schuld van de gemeente Pelt €7.917.503. Dus de raad wordt gevraagd om nu de rekening van deel uitmaakt van het OCW vast te stellen en straks dat goed te keuren en dat van de gemeente vast te stellen. Ik vraag iemand opmerkingen bij een vraag. Kunnen we dan de rekening van OCMW Pelt vaststellen? Wie is voor? Iedereen. Volgende agendapunt: Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg VZW. Deze dient om vonden te worden en ik geef het woord aan Raf die daar een toe. Ja, een eerste beslissing op puntje 3 is nog een bekrachtiging van een aantal beslissingen die onze vertegenwoordiger namens de Raad van Maatschappelijk Welzijn genomen heeft in het beheersorgaan van 11 april. Het was nog niet hier gepasseerd. In het kader van de ontbinding en verheffing heeft de Raad van Bestuur toen een aantal beslissingen genomen. En de vraag is hier in eerste instantie om die beslissingen die toen genomen zijn, om die nog te bekrachtigen. Dus als een eerste puntje, daar volgt dan de perzetting over de fusie zelf. Zullen we dit misschien meteen afhandelen? Kunnen we daarmee akkoord gaan? Volgende agenda punt: het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg, de buitengewone algemene vergadering die er zit aan te komen. En ja, het is een heel verhaal bij. Er is in die zin een heel verhaal bij.
zitten nog altijd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Maar zelfs op de agenda van de gemeenteraad staat onder punt 16 en 17 ook een gelijkaardig dossier in verband met campusthuis en landwaarts. En ik wil het in zijn geheel eventjes toelichten. Het gaat eigenlijk over de laatste fase in het vennootschapsrechtelijk traject voor de fusie van de woonmaatschappijen. Er zijn twee vennootschapsrechtelijke technieken moeten toegepast worden om die fusie van die 19 organisaties waar te maken. Dus wat de VZW's betreft is dat een inbreng van algemeenheid in campusthuis als overnemende vennootschap. En voor wat betreft de vennootschap des landwaarts in dit geval is dat een fusie door overneming, waarbij dat de aandelen geruild worden en op die manier verder gezet worden. We hebben hier in september 2021 een eerste beslissing genomen als het gaat over de fusie van de 9 huurmaatschappijen, de 7 sociaal verhuurkantoren en de 3 koopmaatschappijen. Namelijk, we hebben gezegd, we behoren op het werkingsgebied Limburg. Alle maatschappijen en alle gemeentebesturen in Limburg hebben dat gezegd, dat Limburg één werkingsgebied wordt voor de nieuwe woonmaatschappij. We hebben op dat ogenblik ook de stemverhoudingen vastgelegd, op basis waarvan dat de stemverhoudingen zullen vastgelegd worden van de 42 gemeentebesturen in die woonmaatschappij. En dan hebben we in het najaar van vorig jaar nog een beslissing genomen, namelijk om de erkenning van de woonmaatschappijen tot 30 juni 2023 te laten lopen. En dat in principe afliep op 31 december 2022. Dat was toch wel iets te kort dag om het fusietraject helemaal te kunnen doorlopen. Wat vandaag nog voor ligt, is een mandaat dat gevraagd wordt aan onze vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergaderingen. Er zijn op 15 juni in Limburg 19 algemene, buitengewone algemene vergaderingen. Van VZW's, dat zijn de SVK's en van alle vennootschappen, dat zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen, die een buitengewone algemene vergadering houden om definitief te beslissen over het fusievoorstel. En dus vandaag wordt gevraagd aan de gemeenteraad om aan onze vertegenwoordiger het mandaat te geven om het fusievoorstel goed te keuren, waardoor dat die fusie op die buitengewone algemene vergadering van 15 juni definitief kan gekeurd worden. Moest er geen quorum zijn, moesten er niet voldoende leden aanwezig zijn op die algemene vergadering van 15 juni. Dan is er een tweede algemene vergadering voorzien op 30 juni, waarbij er zonder quorum vereist is. Lang verhaal kort om te zeggen, dat of een kort verhaal lang, om te zeggen dat we in de laatste stap nu, of de laatste stap nu gaan zetten van het fusietraject van de verschillende maatschappijen en VZW's om te komen tot één woonmaatschappij. Die kan dan per 1 juli 2023 definitief van start gaan. En in het dossier dat je hebt gezien staat ik heel erg op fusievoorstel, maar het is vrij informatie als het gaat. Dat is een verantwoording van heel veel activiteiten die gebeurd zijn. Dat gaat ook over de waardeverhouding van de aandelen en die smeer. Die zijn ook allemaal op de verschillende raden van bestuur van de diverse vennootschappen en VZW's gepasseerd. Die liggen nu op de griffie bij de rechtbank in Tongeren en in Hasselt tot 9 juni. En als daar geen opmerkingen komen, kan dat ook verder buitengewone algemene vergadering van 15 juni. Voilà. Dat is heel kort gezegd wat er voor ligt. Van de buitengewone algemene vergaderingen en dergelijke. Onze fractie is te klein om al die documenten te kunnen nakijken op een week tijd. Dus we kunnen niet onderbouwd een goedkeuring geven. Dus we gaan ons weer onthouden op al die punten. Iemand nog vragen? Opmerkingen? Over tot de stemming. Hebben we de voorgelegde punten goed voor de buitengewone vergadering? Wie is voor? En wie onthoudt zich? Dan is er nog een algemene vergadering voor de dienstverlenende vereniging Regio Noord-Limburg op 13 juni 2023. Ook daar wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de voorstellen van Regio Noord-Limburg voor de algemene vergadering van 13 juni 2023. Wie is daarmee akkoord?
Wie onthoudt zich? Opnieuw een algemene vergadering voor CIPAL. Op 22 juni 2023 kunnen we daar antwoord gaan met het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Wie is voor? En wie onthoudt zich? Dat waren de agendapunten voor deze raad van maatschappelijk welzijn. En nu stappen we over naar de gemeenteraad. Eerste agendapunt, ook de notulen van de vorige vergadering, mogen we die goedkeuren? Wie is voor? Nu de jaarrekening. Ter sprake komt deze keer de jaarrekening van het AGB volgens de vennootschapswetgeving. We hebben die in het AGB juist goedgekeurd, nu of vastgesteld. En nu is de vraag of we ze met de gemeenteraad kunnen goedkeuren. Wie is voor? Iedereen, dank u. Dan de jaarrekening van het OCMW Pelt hebben we juist vastgesteld. Nu moeten we dus ook goedkeuren. Wie is voor? U. En de jaarrekening van de gemeente Pelt, die mogen we niet goedkeuren. Dat gebeurt door een hogere instantie, maar die moeten we vaststellen. Wie is voor? Agenda punt 5. De rapportering in zaken debiteurenbeheer 2022. Kennisname doen. Ik geef het woord aan Mark. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, we zien onze financieel directeur een rapport voor te leggen aan de gemeenteraad met betrekking ons debiteurenbeheer. Het rapport zat ook uitvoerig bij de stukken en wordt ons ter kennisname voorgelegd. En de vragen bij mij. Dan hebben we bij deze kennis genomen van dit rapport. Dan is er nog een rapportering inzake visum 2022. Ook hier moet de financieel directeur jaarlijks een rapportje voorleggen aan de gemeenteraad omtrent de visumverplichtingen. We hebben die regels al in 2019 vastgelegd op onze gemeenteraad. En hier wordt het verslag ook ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. Zijn er vragen bij? Geen vraag? Dan hebben we bij deze kennis genomen van het inzake het voorafgaand visum 2022. Agenda punt 7, de aankoop van een elektrische straatveegmachine. Ik geef het woord aan Dirk. Ik ben op de vaststelling gekomen dat een van de straatveegmachines dat die definitief een pand gevallen is. Dus wij zitten op dit ogenblik met een toestel minder. En het is een toestel dat vooral de dorpskernen zuiver hield met een capaciteit, een vulcapaciteit van 2 kubieke meter. Dus het middentoestel, we hebben er ook eentje van 1 kubieke meter. En een groot veegmachine van 4 kubieke meter. Het is hier een afspraak bij de Raad dat wij, als wij een zinvolle alternatieven vinden die duurzaam zijn en die dezelfde kwaliteit kunnen leveren in de werkuitvoering, dat wij kiezen voor dat duurzaam model, ook al is de prijs daarvan een stukje hoger. Zo hebben we dat met ons wagenpark stilletjes aan helemaal duurzaam gemaakt door elektrische voertuigen aan te kopen voor onze personeelsleden, die daar in een uitoefening van hun functie gebruik van maken. En zo is er dus nu ook een veegmachine op de markt, wat van verschillende merken, wat die capaciteit ook heeft, maar dan met een elektrische uitvoering. Het voorstel zou zijn om een elektrische veegmachine dus aan te kopen en dan wordt 215.000 euro voorzien. De vraag is of de Raad daarmee kan instemmen. Nog een opmerking? Kunnen we dat goedkeuren? Wie is voor? Iedereen? Agenda punt 8. De Lokaal Energie en Klimaatpact 2.1. Het woord is aan Lisbeth. Dankjewel, voorzitter. Zoals geweten, we hebben in september 21 al het LEKP 1. Dat de insteek was om eigenlijk samen met Vlaanderen om een lokale stakeholders samen te werken om daar ook de nodige beslissingen te nemen. Nu, vervolgens naar aanleiding van die aangescherpte Europese klimaatambities, oftewel de Fit for 55, besloot Vlaanderen en bij monden ook minister Somers om een
extra pakket neer te leggen. En hebben we het LEKP 2.0 onder het doopvont mogen houden vorig jaar in oktober. Nu, ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en ook dus de energiecrisis en energiearmoede, die daar mee naar de voorgrond is gekomen, biedt Vlaanderen ons nu ook de mogelijkheid om in te stappen in het LEKP 2.1. Waarmee we eigenlijk huishoudens die geconfronteerd worden met energiearmoede, om daar instrumenten en bepaalde methodieken te kunnen aanbieden. De bedoeling is dan ook om daarmee op wijkniveau te gaan, om daar op maat bepaalde te kunnen uitwerken, versneld ook te kunnen renoveren en dus ook de energievraag te reduceren. Die aanpassingen die bevinden zich dus vooral ook in die fameuze werf 2 van Verrijk je wijk. Nu, wat zit daar dan concreet in? Dat zijn eigenlijk vier zaken. Eén is minstens één thematische wijkverbeteringscontract in te richten, waarbij daar vier elementen daarvan aanmerking komen, of van belang zijn liever. Dat is dus die collectieve renovatie, een nieuwe samenwerkingsvorm met opbouwwerkers, energiehuizen, OCME's, lokale energiegemeenschappen en zo verder. Een specifieke wijk en met oog op sociale diversiteit. Hetgeen waar we daar vooral heen kijken, zijn de ervaringen die we ook al hebben mogen opdoen binnen Energiekpelt. Dat kan ook mogelijk in aanmerking komen als zo'n verbeteringscontract. Daarnaast is het ook een opmaak van een voorgesteld renovatietraject op maat van een bewoner waar zo'n klimaattafel georganiseerd wordt. De verdubbeling, versnelling voor de doelstelling van een coöperatief, één of twee coöperatieve of hernieuwbare energieprojecten. En de laatste is dan ook de toegang tot die energiegemeenschappen operationaliseren. Nu, daar tegenover staat ook dat Vlaanderen uiteraard een aantal engagementen wil doen. Een eerste is de kennisoverdracht. Er zijn momenteel al 11 wijkverbeteringscontracten lopen in Vlaanderen. En men wil die natuurlijk ook wat verder verspreiden, zodanig dat er het warme water niet moet heruitgevonden worden. Een tweede is een beoogde wijkrenovatietool, waarbij verschillende databronnen op elkaar kunnen afgestemd worden. Zoals bijvoorbeeld de warmtezoneringskaart, zodanig dat we goed kunnen zien waar dat de potenties zitten. Maar ook het aanbieden van een technische assistentiehub om lokale bestuur en OCMW's ook te ondersteunen in de opstart van energiegemeenschappen en dan vooral ten aanzien van mensen met een risico op energiearmoede. Ook een tweejaarlijkse call om in te stappen eigenlijk. Vanuit Vlaanderen wordt er dan een call georganiseerd om in te stappen in energiegemeenschappen of energiedelen voor binnen energiegemeenschappen liever. En de laatste is dan ook, en dat is ook een belangrijke natuurlijk, is die bijkomende budgettaire impuls voor de komende twee jaren. Vlaanderen ziet op Vlaams niveau voor de gemeentes die intekenen 9 miljoen in 23 en 4, of 7 miljoen liever in 24. Dat is dus een heel ambitieuze bijstelling of versterking, zoals Vlaanderen het ook noemt, van die 2.1. En het zal dus ook zaak zijn om samen met al de partners, want dat is denk ik ook zeer belangrijk om te onderstrepen. Dus dat we met wij als gemeentebestuur, wij als OCMW, maar ook de energiehuizen, Vlaanderen, de opbouwwerkers enzovoort, dat we met al die instrumenten, met al die actoren eigenlijk samen voor zorgen dat we daar die stappen vooruit kunnen maken. Dus daarom ook de vraag aan jullie, aan de Raad, om hier te steunen en de goedkeuring aan te geven en samen onze schouders daaronder te zetten. Als we bij de rol van wijkverbeteringscontract. Het bestuur al een nieuwe wijk, een concrete wijk, of dat dan een nieuwe contractrenovatie of is reeds het verleden dat er gaat worden ingepakt? Ja, we hebben wel een lijstje van wijken waarbij dat we dachten of denken aan wijkrenovatie, dus die collectieve wijkrenovaties. Maar wij zitten binnenkort samen ook met Energiehuis Limburg om dan te kijken hoe dat we dat eigenlijk wat meer handen en voeten kunnen geven en hoe dat we dat concreter op deze maat kunnen gaan stoelen. Of dat de wijken die wij in gedachten hebben, of dat die wel passend zijn voor dit vak. Daar hopen we wel snel werk van te kunnen maken. Oké,
wijk wordt dan gekapt. Maar ik zou de lijst eens terug moeten bijhalen. Ik weet dat we er een 3 of 4 in gedachten hadden, maar ik durf er niet meer concreet te zeggen over welke. Ja. Wat een van die daar gaat dicht, zijn we dan akkoord met de toegeleiding op het lokaal energie- en klimaatpact 2.1? Wie is akkoord? Iedereen. Het campus te huis en aanvaarding van overdrachten onroerende goederen naar bestemming openbaar domein. Ik geef het woord aan Ralf. Ja, dankjewel. De afgelopen jaren heeft Campus Thuis opnieuw een aantal woonprojecten in onze gemeente gerealiseerd. Ik som het toch eventjes op. Loog het binnengevoerd tussen de Meidoornstraat, de Herfststraat en de Begonialaan. Ook de Douaniersweg, de Rijkswachtkazerne en de Cellekaartstraat, de oude Rijkswachtkazerne. De Hoefsmits op de Grote Heide, Plataanstraat, Korenbloemstraat, ook op Bos Eind. En ook nog op de Grote Heide, het Regenboogplein, waar Schalenweg. Die infrastructuurwerken, die gebruiken in Beringen is aangelegd, is aangelegd met subsidies van de Vlaamse overheid. Dat is natuurlijk de verplichting om dat wordt overgedragen aan de gemeente. Wij gevraagd worden om die opdracht, die gratis overdracht, te aanvaren. Zijn we akkoord met deze overdracht? Wie is voor? Ja. Het volgende agendapunt 10, de TIO Campus, een definitieve vaststelling van 2 nieuwe straatnamen en de naam van een plein. Het woord is aan Niels. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. In de gemeenteraad van 30 maart, 2 maanden geleden, hebben wij hier de principiële vaststelling gehad van de 2 nieuwe straatnamen en het nieuwe plein op de voormalige site van TIO Campus TIO, hier langs het gemeentehuis. Ondertussen is daar een openbaar onderzoek gevoerd van een maand lang, waar geen opmerkingen zijn gekomen. En ook is er positief advies gekomen van de erfgoedcel van de gemeente. Bijgevolg leggen wij graag vandaag hier ter stemming de definitieve vaststelling voor deze 2 straatnamen en het nieuwe plein. Namelijk de Schrijnwerkerijstraat, de Smederijstraat en het plein de Vakschool. De raad wordt gevraagd om deze straatnamen en deze pleinnaam definitief vast te stellen. Vragen of opmerkingen? Zijn we akkoord met deze definitieve vaststelling? Wie is voor? In het volgende agendapunt moeten we een advies verlenen over een snelheidsbeperking op de N712, met name de Hamterweg. Het woord is voor Jaak. Dank u wel voor het woord, voorzitter. We hebben op 26 april een brief ontvangen van het agentschap Wegen en Verkeer. Dat is de dag voor de vorige raadszitting. Met de vraag om een advies uit te brengen omtrent een ontwerp van besluit dat bij de brief was gevoegd. En dat gaat over de snelheidsregeling op de gewestwegen op het Pelter grondgebied. En in het bijzonder gaat dat over een snelheidsbeperking die bijkomend wordt ingevoerd in plaats van de huidige 70 km per uur tussen meterpunt 21.600, denk ik dat ik moet lezen, en meterpunt 23.830 en tussen meterpunt 37.093 en 37.010. In alle geval, de motivering voor die wijziging leest je in het ontwerp van besluit dat was bijgevoegd. En men verwijst daar naar de quickscan die is uitgevoerd naar aanleiding van het dodelijk ongeval dat er eind vorig jaar heeft plaatsgevonden. Dat is de vraag die voor ligt. In het ontwerp van besluit omtrent het advies dat aan deze raad wordt gevraagd, wordt voorgesteld om uiteraard in te stemmen, gunstig advies te geven aan het ontwerp van ministerieel besluit. Maar ook een aantal zaken worden aangehaald. Bijvoorbeeld, de raad vraagt om op korte termijn ook werk te maken van flankerende maatregelen om die reeds ingevoerde trouwens snelheidsverlaging ook effectief af te dwingen en gevaarlijke situaties zoals daar zou kunnen zijn het inhalen bij die verlaging van die snelheid toch trachten te vermijden. De aandacht van vrij liggende fietspaden te voorzien over het volledige tracé van Hamerweg en niet het al met een definitieve beslissing omtrent het tracé. Dat
de omleidingsweg, dus onze bezorgdheid daaromtrent voor een veilige doortocht ook in het Nierpadcentrum, wordt bij deze nog eens ter kennis gebracht van de vorige overheid. Voilà. Tot zover het voorstel. Dank u. Ja, voorzitter, we zijn uiteraard akkoord met deze snelheidsbeperking, maar ons een beetje stoort dus toch wel die laatste alinea bij die motivering. Iedereen weet, en men is al jaren bezig over de omleidingsweg van Neerpelt. Iedereen weet dat de Heerstraat een zeer gevaarlijke straat is waar je best niet met de fiets komt. Maar om dat hierin aan te halen, ik bedoel, ik denk dat de CD&V jaren genoeg gehad heeft om de omleidingsweg te... In de tijd dat ik in het Vlaams parlement zat, heb ik een aantal vragen gesteld over de omleidingsweg. En toen waren er ook CD&V-ministers die dat hadden kunnen realiseren. Ik bedoel, dit nu nog eens erin zetten. Ik bedoel, wij zijn al zoveel jaren vragende partij. De ene was daar tegen, de andere was daar tegen. Die partij vond het zo, die partij vond dit. Om dit nu nog eens erin te zetten, ik vind dat toch een beetje met de haar getrokken. Ik vind dat één niks met het ander te maken heeft, hè. Er zijn nog straten in Pelt die gevaarlijk zijn en waar men gemakkelijk die 50 kilometer per uur mocht in. Maar iedereen weet, iedereen kent het dossier van de omleidingsweg. En iedereen heeft er iets aan kunnen doen. Iedere partij die in de meerderheid gezeten heeft in het Vlaams parlement heeft er iets aan kunnen doen. En heeft er op vandaag niks aan gedaan. Niks. Nul. Alleen maar vechten om te kijken van wat is het beste voor onze gemeente. Alleen maar kijken daarnaar. Ik bedoel, dit nu daarin zetten nog eens een keer. Ik vind dat heeft toch geen enkel nut. Ik heb zelf als CD&V het kunnen realiseren. En ik heb niks gedaan. Ik heb tot al die jaren niks gedaan. Zolang als ik weet, is men al over de omleidingsweg bezig. Jaren. En niemand, geen enkele partij heeft iets gedaan. Toch toegeven, hè? Geen enkele partij heeft er iets aan gedaan. Jullie hebben in de meerderheid gezeten. Dus jullie hebben daar in het Vlaams parlement iets aan kunnen doen. Ik denk dat niemand van ons in de meerderheid gezeten, maar klopt. Er zijn altijd al onze ministers hier geweest om te zeggen wie kan, maar nog niemand om te zeggen. Goed kan, voilà. Maar we vinden het toch wel belangrijk om dat hier mee in de verlies op te nemen, omdat ja, de druk op die weg en de verantwoordelijkheid op die weg is voor een deels te wijten aan hun eigen veel verkeer op. Als je daar het zware verkeer vanaf zou kunnen halen van die weg en die op een omleidingsweg over welk tracé dan ook te sturen, dat die verkeersveiligheid in de straat al veel verbeteren. Dus, ja, ik hoop dat doordat er nu in staat, dat er eindelijk eens werk van gemaakt wordt. Hè? Maar ik denk niet dat ik dat nog ga meemaken. Ik wel. Ja, terug tot al. Het woord is aan Spie. In eerste instantie wil ik vragen wat jullie positie dan is in verband met snelheidsregime op gelijkaardige wegen van eigen beheer zijn. Hè? Van een paar opzonden, Houtmolenstraat, Middelse Baan, Sint-Antoniusweg enzovoort. Het is de bedoeling om die lijn door te trekken en daar dan misschien ook die 50 km per uur in te richten. Want er kan natuurlijk verwarring ontstaan als op gelijkaardige wegen ja, het verschillende is de snelheid. Dan als tweede, we lezen om eindelijk een veilige doortocht van Neerpelt Centrum voor fietsers te verkrijgen, richt zich de aanleg van een omleidingsweg op. Dat is ja, heel juist, allemaal goed en wel, maar zeker niet voldoende. Hè? Zonder een herhaling van de Heerstraat en de Koning Albertlaan kunnen wij blijven dromen van een veilige doortocht voor fietsen. Dus dat dat dan ook prioriteit heeft en dat hier ook werk van wordt gemaakt. En dan als derde, jullie vragen een definitieve beslissing omtrent het tracé van een omleidingsweg. Prima. Maar betekent dit dan ook dat wanneer de bescherming niet vernietigd wordt, van de woning jullie zich eindelijk gaan neerleggen bij het feit dat het niet jullie favoriete tracé gaat worden, dat door de woning loopt, door het werkgebied en dus door een stukje plaats oplossen? Ja, kijk, ik hoop dat ik niks vergeet. Hè. We hebben misschien even wachten, want... We hadden ook nog... Het is nog wel een beetje een mentaliteitswijze voor velen natuurlijk, want het is lang niet 70 geweest. Maar wij zouden ook graag ons willen onthouden op dit punt, omdat het moet echt gaan om die snelheidsbeperkingen. Het gaat hier eigenlijk over een ander dossier. De link wordt gelegd met een omleidingsweg. Ook wij vinden dat hier dat ver over.
Ik heb een aantal maanden geleden aan de minister gevraagd wat de bevindingen van de experten waren met aanleiding van het ongeval. En daar kwamen drie punten naar voren. De snelheid, en waar we nu dat niet zijn aan gaan doen. Maar ook de inrichting van de zebrapaden, dat was ook meebepalend. En het weer, de weersomstandigheden van dat moment. Dat was dus geen enkele link met de omleidingsweg. Dus ik vind ook dat laatste stukje van de toelichting hier niet van toepassing. En uit respect voor de nabestaanden willen wij ook niet verder ingaan op tracés of geen tracés, want het is dit agendapunt eigenlijk niet. Dus dat is onze mening. Nog iemand, voorzitter? Ja. Nee, dan misschien probeer ik een poging te doen. Dus ik weet dat er een aantal zaken rond voornamelijk snelheid, hè, hebben we onlangs kunnen lezen dat ook snelheid vaak erg bepalend is voor het ontstaan en zeker omtrent de gevolgen van een ongeval als er zich een impact voordoet. Hè. Dat weten we denk ik ondertussen wel. U weet ook dat we onlangs een fusie hebben gehad van twee gemeentebesturen. We hadden wel een gezamenlijk mobiliteitsplan, maar we hadden diverse vragen links en rechts rond mobiliteit, ook in de woonstraten en weet ik veel wat allemaal. En we hebben er dan voor gekozen om ons beleidsplan Ruimte Pelt toch een aantal kaders op te maken. In het begin waren er dat twee en mobiliteit was er één van, zoals u weet. Dus dat is een grote kapstok. Die grote kapstok ligt op dit ogenblik in openbaar onderzoek. En daarin maken we vooral de beweging om het gemotoriseerd verkeer op de wegen van het hoger niveau te krijgen. Hè, met die kampstructuur, hè, zoals gezien. En proberen we op de oost-westassen toch wat te stremmen. Hè. Dat is één verhaal. Hè. In functie daarvan ligt er intern wel wat huiswerk voor. Hè. Bijvoorbeeld om snelheidszones al of niet in te richten. En in het huiswerk dat voorligt, het zal nog op de verkeerscommissie komen, houden we natuurlijk ook rekening met de aard van de wegenis. Hè? En ja, de snelheid die daar eigenlijk bij hoort. En dan liggen er inderdaad voorstellen voor die in de lijn gaan van wat u eigenlijk zegt. We moeten daar ook bij noteren dat als je vandaag een weg aanlegt, dat is misschien geen wettelijke verplichting, alhoewel ik dat betwijfel, dat het voor de MECUM voorschrijft dat als jij een aanliggend fietspad hebt, dat je maar een snelheid mocht realiseren op die weg van 50 km per uur en dan moet het aanliggend fietspad ook nog verhoogd zijn. Ja? Dus ik heb mij altijd eigenlijk al afgevraagd hoe het kan dat je dat nog mocht doen. Bij wijze van spreken, dat zal dan wel zijn, omdat het ook niet echt verplicht is, gezonder de subsidie de weg wilt aanleggen, die nieuwe. Maar als je de subsidie wilt, dan zult je aan die regels moeten houden. Dus ik begrijp eigenlijk nog altijd niet goed, eigenlijk waarom als we vinden dat het zo moet, bij een nieuwe weg, dat we dan oude wegen, zeker als we die lange tijd niet bougeren, en daar zit misschien toch een klein beetje link met een omleidingsweg op die Hamanterweg, want als er eerder iets gebeurd was, was die Hamanterweg misschien eerder ook aangepakt geweest. Ik weet het niet, het zou kunnen. I don't know, ik wil er ook niet te ver op ingaan. Want ook als er een omleidingsweg zou geweest zijn, kunnen er nog altijd ongevallen gebeuren. Dat moet ook in alle eerlijkheid durven zeggen. Ik denk ook dat de vorige burgemeester dat nog als eerste reactie in de krant gezegd heeft. En dat is ook waar. Wat de snelheid betreft op soortgelijke wegen, ligt er inderdaad een verhaal voor dat die richting ingaat. Hè. En dat beantwoordt eigenlijk voor een stuk aan het vademeken, aan wat de hogere overheid uittekent op dat soort van wegen waar je aansluitende fietspaden hebt. En dat zal nog terugkomen. Daarbij is het inderdaad niet ten einde. Hè. Er zijn nog andere plekken waar de fietser en de actieve weggebruiker soms wat in het gedrang komt. En daarvoor loopt er nu dat verhaal met ruimte voor fietsers en voetgangers in de kernen van de verschillende dorpen. Hè. Er zijn er nu twee die aangepakt zijn. Hè. De volgende twee liggen ook voor. Hè. En dat zal ook ruimte geven, bijvoorbeeld ook, hopelijk, een stukje op het gewestwegtracé door neerplaatsen. En zijn er ook suggesties? Dat zal nog komen. Hè? Dus, en wat was dan de derde vraag? Had misschien met de omleidingsweg te maken, daar heb ik iets over gezegd, denk ik. Hè? Dus, goed, ik laat het in het midden, dat vooral over die omleidingsweg. Ik denk dat een gedeelde verantwoordelijkheid is van ieder. Hè? Of dat nu de mensen hier zijn, wie dan ook. Wie dan ook, want sommigen doen juist dat er een omleidingsweg moet komen. Maar we kunnen de camions en de vrachtwagens en de bussen echt niet wegtoveren, maar in een vingerknip uit dat centrum. Hè.
droogte van Wikkel, loopt heel alles vast op een bepaald ogenblik. Dus wij kunnen dat zomaar niet wegtoveren, dus we zullen toch een veilige doorgang moeten proberen te verzekeren. En dat is volgens mij een gedeelde verantwoordelijkheid van alle mensen hier aanwezig en de Vlaamse overheid. En dan denk ik dat nog meer de Vlaamse overheid dan degene hier aanwezig poging heeft gedaan om het alles met tegen te houden. En dat betreurt mij eigenlijk het zeerst. Dus ik vind dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar misschien moeten we over dat dossier nog niet spreken in deze. Ik denk dat het wijs is om dit dossier gunstig te adviseren en inderdaad met z'n allen verhoogde aandacht te betonen voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Want er is inderdaad nog wel wat werk en daar hebben we ook deels omwille van de fusie wat vertraging opgelopen. En want er waren al trajecten die zowel waarschijnlijk op neerplaatsgrondgebied en een paar in uitvoering daar wel, ook op overplaatsgrondgebied, eigenlijk al in studiefase voor een stuk hadden kunnen zitten en tot nu toe nog altijd niet aangepakt zijn. Hè? Een van die straten heb je opgenoemd en daar mag inderdaad wel eens een keer iets aan gebeuren. Voilà. Dat is toch want het mogelijk daar waren, dat u staat hier nu wel in dat dossier, maar van die onderwijsvang. En de vraag was daar eigenlijk, als u dus niet vernietigd wordt, of u als meerderheid dan zetten achter een ander passé, of niet? Ik denk dat ons standpunt is dat er een beslissing er komen over het tracé. En als de Vlaanderen beslist dat het dat tracé is, dan denk ik dat er een afweging gebeurd is. Hè? In het kader van het algemeen belang, in het kader van de publieke zaak. Hè? En dan zal het dat zijn, wat mij betreft, alleszins. Hè? Ik meen me te herinneren, en mijn geheugen is niet zo slecht, dat er voor de verkiezingen, althans door al deze mensen hier aanwezig, of toch hun vertegenwoordigers op dat ogenblik, gezegd is, er moet een oplossing komen. Hè? En ja, dan zal het een oplossing zijn die... Een gezamenlijke verantwoordelijkheid beslist wordt door degene die de macht stelt. Ja, de eerste keer was het zeker een oplossing. Als de jaren heel duidelijk is, te weten is, dat het daar is niet bij. En voor alle tracés zijn waarschijnlijk voor en tegens. Maar goed, er zal een oplossing moeten komen. We gaan stemmen voor het advies. Wie is akkoord zoals het hier voor ligt? En wie onthoudt zich? Het volgende agenda: een bosland, een kandidatuur, nationaal park en een advies en een samenwerkingsovereenkomst. Het woord is aan de burgemeester. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat agendapunt waarop de meeste publieke aanwezig is. Ik heb vorige gemeenteraad vooral geantwoord op de vragen die daarover werden gesteld. Ik moet dat nu toelichten. Ik heb vorige gemeenteraad heel duidelijk gezegd dat vooral de beslissing van de gebouwen van het hoofd. En die formele beslissing die dan hier vanavond vallen. Nu, collega's, voor u ligt een lijvig dossier, het kandidaat dossier Nationaal Park. Ik zeg heel duidelijk kandidaat dossier. Het is een wedstrijd die uitgeschreven is door Vlaanderen, waarin Hofland zich kandidaat heeft gesteld, daar ook weerhouden is als een van de kandidaten. En waarin op het einde van de rit een 3+1 winnaars in de categorie nationale parken zullen worden uitgekozen door de minister. Nu, het zijn lijvige documenten die hier zitten, die moeten ingediend worden voor 31 mei van dit jaar, dus over een kleine week. Dus dat wil zeggen dat we ook nog wel eens gaan moeten terugkomen naar de gemeenteraad ermee. Hè. Dus het is... Die gaan nu, de kandidatuur zal worden ingediend, dan na het effectief verkrijgen van decretaal kader en van de uitvoeringsbesluiten en na een al dan niet erkenning zal het nog desgevallend opnieuw op de agenda van de gemeenteraad komen, uiteraard. Maar in elk geval staat het vandaag de kandidatuur ter advies op de gemeenteraad. Nu, ik heb net al gezegd, er zijn lijvige documenten die bij het agendapunt zijn gevoegd. Lijvige documenten waar heel hard aan gewerkt is door
ja, door verschillende medewerkers, van onze eigen medewerkers van de gemeente, ook zeker door het, het parkbureau, die heel hard aan hebben gewerkt en waar ook tot eigenlijk de dag van de indiening hard aangesleuteld is. Ze zijn binnengekomen, denk ik, de dag dat ze werden opgeladen, de laatste layouten versies. Nu, bij die documenten zien jullie ook een masterplan, een operationeel plan, waar dat we denk ik wel met enige tevredenheid naar mogen kijken. Het is een dossier waar inhoud belangrijk is en ik denk dat inhoud in dit dossier toch zeker in de publieke opinie soms wat te weinig aan aandacht heeft gekregen of de aandacht gekregen heeft die ze verdient. Ik denk dat we hier vandaag een gedragen dossier hebben bij alle partners binnen het parkbureau. Een dossier waar evenwicht wordt gezocht en in mijn ogen wordt gevonden ook tussen de ambitie die we voor onze regio, voor Noord-Limburg moeten hebben, tussen alle actoren ook op het terrein. En dat zijn natuur, dat zijn toerisme, dat zijn recreatie, industrie, landbouw en noem maar op. Alle actoren die in ons Noord-Limburg, maar en ook zeker in Pelt aanwezig zijn, die krijgen daar een plaats in. Het is een dossier, het masterplan, het operationeel plan, wat ook zekerheid biedt. Zekerheid biedt in de zin dat, en de contouren, ze staan hier achter opgetekend, waar we de natuurkern hebben ingetekend volgens het gewestplan. Met rekening houden met de bestemmingszones die op het gewestplan zijn aangebracht en met aandacht voor de individuele, de private eigenaars. In die zin is dan ook in het een besluit dat voorligt opgenomen, dat het er enkel met afstemming van de eigenaars een opname kan geschieden in de natuurkern. Naast die natuurkern, wat vandaag de grens is van Bosland, aan de randen van die natuurkern, zijn er impulsgebieden opgenomen. Het belangrijkste impulsgebied daar, naar de uitbreiding toe, is het militaire domein, waar ook wel wat mist rond gespuit is. Maar Defensie heeft aan Bosland zeer duidelijk aangegeven dat men wil samenwerken met Nationaal Park Bosland, maar onder een viertal voorwaarden, waarbij dus eigenlijk de militaire functie moet primeren en dat het militair domein niet publiek toegankelijk kan zijn, tenzij anders bepaald. En waarbij een voorbehoud is tegen de beslissing van het Nationaal Park in zaken het militair domein. Maar dus Defensie heeft zich wel positief uitgelaten in die zin dat wij, of dat het militaire domein, de grote groene vlek, daar ingekleurd is als ecologisch impulsgebied. Wat ook, hè, we moeten als in die zin zijn de voorwaarden wel wat gewijzigd dan toen wanneer Bergijk nog meedeed, want toen waren we een grensoverschrijdend nationaal park en waren de voorwaarden anders. Vandaag is het een Vlaams Nationaal Park, om het zo te zeggen, waarbij bij indiening 5000 hectare natuurkern moet zijn, die er ook vandaag is, en waarbij uitgebreid moet worden naar 10.000 hectare. Maar met een militair domein van 5400 hectare hebben we eigenlijk vandaag al zekerheid dat we die, die 10.000 hectare zullen gaan halen. En wat ook dus zekere rust biedt, en dat er niet hals over kop gaat moeten gezocht worden naar uitbreidingen. Naast inhoud en zekerheid denk ik dat het masterplan en het operationeel plan ook uiting geeft aan ambitie. Ik denk dat er belangrijke hefbomen zijn, naar aanleiding van dit dossier, voor onze hele regio en eigenlijk ook voor alle sectoren die daarbij betrokken zijn, specifiek voor Pelt, denk ik dan zeer in het bijzonder aan de toegangspoort bij de Grote Hof en ook de ontwikkeling van het Hoofdbos, die daar zeker prominent een plaats kunnen geven aan onze gemeente. Ik heb net gezegd dat ik tevreden was over de inhoud en over het masterplan en het operationeel plan dat voorligt, waar we hard aan gewerkt en gesleuteld hebben om daar toch een gedragen dossier van te maken. Minder tevreden ben ik over het proces dat de afgelopen maanden gelopen is en over de omstandigheden waarin dit dossier tot stand is moeten komen. We zitten hier in een dossier. We zijn hier een kandidatuur aan het indienen op basis van een ontwerpdecreet, op basis van ontwerp, ministeriële besluiten.
En we zien eigenlijk een dossier dat totaal mismeesterd is, als ik het zo mag zeggen, door Vlaanderen. En ook in een tijdsgeest waarin dit niet altijd even gemakkelijk is verlopen. Gebiedsontwikkeling, wat we hier toch aan het doen zijn, dat doe je in dialoog, zoekende naar draagvlak. En dat is een traditie die binnen Bosland trouwens al 17 jaar bestond. En waar denk ik ook alle actoren die daar de afgelopen 17 jaar aan hebben meegewerkt, aan kunnen meespreken. Dus dat zoeken naar draagvlak, naar een gedragen oplossing en een gedragen vorm van ambitie voor onze regio. Nu, vandaag zitten we in een wedstrijd, ik heb het net al gezegd, en zeker als dan dat wordt afgeschilderd als een discussie tussen landbouw en natuur, wat eigenlijk veel meer is dan dat. Dat maakt ook dat er... we hebben allemaal ook brieven gekregen vanuit FOCA, vanuit de Verenigde Landbouw. Wat horen door sommige sectoren, en ik denk ook wel terecht, ten dele kritisch wordt gekeken naar het dossier. Voornamelijk omwille van het ontbrekende decretaal kader en dat er tot op vandaag nog altijd niet is. Ook wordt gevraagd naar een uitstel. Nu, dat uitstel is... is altijd gevraagd, is meermaals gevraagd door het parkbureau, ook door andere kandidaat Nationaal Parken, maar daar bleef ook Vlaanderen vasthouden aan de deadline van 31 mei. Dus die uitstel is op dit moment, geen mogelijkheid die op tafel ligt. En ik denk dat we ook wel, ondanks die deadline die als een zwaard van Damocles boven het hoofd hing, toch wel, zoals ik net zei, een inhoudelijk sterk dossier dat gedragen is, kunnen voorleggen. Ik herhaal ook nog eens, we gaan sowieso nog terug moeten komen naar de gemeenteraad, eens dat er het decreet is goedgekeurd, het uitvoeringsbesluit is goedgekeurd, en dat ook een eventuele erkenning is bekomen. Nu, ik heb vooral teruggekeken en wat ik net heb gezegd, maar ik denk dat het belangrijkste is, en dat zeg ik voor ons allemaal hier aanwezig in de zaal, dat we vooral onze blik vooruit moeten zetten, dat we moeten werken aan de toekomst en moeten kijken naar de toekomst. En een toekomst die even zeker is voor iedereen dan dat die vandaag is. Ik heb net verwezen naar die traditie van 17 jaar die we hadden, die traditie van constructieve dialoog. En dat is een traditie die misschien afgelopen 2 jaar... niet wat ons betreft, denk ik, want wij zijn steeds blijven spreken met alle actoren op het veld, met natuur, met landbouw, met industrie en noem maar op, met toerisme ook. Die constructieve dialoog, die moet terug maximaal opgepikt worden, die goede traditie moet opgepikt worden, om ook de komende 17 jaar en eigenlijk de komende 24 jaar, want daar gaat het masterplan over, om opnieuw op basis van die constructieve dialoog met ambitie aan onze toekomst hier in Pelt en Noord-Limburg te werken. En ik heb dan ook heel veel begrip voor de bezorgdheden en de onzekerheden die werden geuit. En ik heb ze net al opgenoemd vanuit de landbouwsector in de eerste plaats, maar ook vanuit FOCA, de industrie. Maar ook van de natuur, dat sommige zaken misschien niet ver genoeg zouden gaan. Maar ik denk wat we in het verleden hebben bewezen, is dat wij tot verregaande ambitie en tot concrete realisaties kunnen komen wanneer het zaken in overleg tot stand komen. En die ruimte voor overleg is er in het dossier, het Vlaamse dossier Nationale Parken, niet altijd geweest. Een voorbeeld daarvan is zijn onze beleidskaders open ruimte en landbouw die wij in Peltorama hebben uitgevoerd of gaan uitvoeren. En waar we op basis van die dialoog de toekomstige uitdagingen van het veld willen en durven aangaan. Ik heb net gezegd, de blik vooruit, en eigenlijk is het ook zo. Hè. We beginnen nu pas. Dus vandaag ligt er een kandidatuurdossier voor, ter goedkeuring, maar het echte werk begint nu pas. Het is pas nu dat we samen met iedereen aan de slag kunnen. En het belangrijkste daarbij is, en daarmee sluit ik af, die ambitie die we hebben voor Pelt, op zoek naar die hefbomen voor onze regio en de verwevenheid van de functies die in ons landschap aanwezig zijn en ook moeten blijven. En die zekerheid die alle actoren op het veld ook moeten hebben. Dus daarmee, voorzitter, denk ik dat ik toelichting gegeven heb bij het agendapunt. Dank u wel, meneer. Zijn er vragen of opmerkingen? Dank u, voorzitter. Ja, we hebben onze
fractie de kandidatuurstelling uiteraard heeft. De baas, we zijn overtuigd dat Nationaal Park in onze regio, zoals het nu is, net ook al zei, niet alleen goed is voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor de bewoners. En dan, dan bedoelen we alle bewoners. Als Bosland eind 2023 effectief geselecteerd wordt als Nationaal Park, kan dat een verbindend initiatief worden. Daar zijn we zeker van. Een initiatief waaraan iedereen kan meewerken en waarvan iedereen de vruchten kan plukken. We zijn wel wat teleurgesteld. We moeten vaststellen dat de bijdrage van de gemeente telt in het dossier eerder beperkt is. Zeker vergeleken met de twee andere gemeenten, Lommel en Hechtel-Eksel. Als we het masterplan en het operationeel plan erop nalezen, een heel lijvig document of lijvige documenten, zoals net ook werd aangehaald, dan moeten we besluiten dat Pelt zelf nauwelijks iets bijdraagt aan het realiseren van de ambities en de doelstellingen van het Nationaal Park in spe. Ik haal er drie dingen uit. Extra natuur intekenen bij de start. Ja, Pelt heeft geen enkele vierkante meter. Niet vierkante kilometer, vierkante meter. Ja. Extra natuurkern intekent. Alleen de bestaande natuur werd bevestigd en dat zijn dan ook die gronden die daar beheerd worden door ANP en Natuurpunt. Dus niet door het Gintrop. Een tweede, extra natuur aangeven voor de komende 24 jaar. Ja, jammer genoeg, nul. Pelt is geen enkel ecologisch impulsgebied aangeduid. Je kunt het ook zien op de kaart, het gaat over de lichtschone plekken. Waar in de toekomst extra natuur zou kunnen ontwikkeld worden. En een derde, ondersteuning van het operationeel programma van de komende 6 jaar. Ja, Pelt is trekker van één van de 142 acties die werden ingediend. En je hebt de hele lijst kunnen zien. Betreft dan ook nog de ontwikkeling van onthaalzone de Grote Hof. En dat is een project, dat weet iedereen hier, dat al langer in de planning zat, ongeacht of dat er nu een nationaal park ging komen of niet. Dus wat draagt de gemeente Pelt? En ik heb dan niet ook andere actoren op het grondgebied van de gemeente, maar over de gemeente, het bestuur van Pelt, op dit moment nu eigenlijk bij aan het succes van dit project. Ja, de vraag stellen is in onze ogen beantwoorden beter weinig. Hè. We hopen dan ook dat de gemeente later dit jaar, mocht het beoogde label nationaal park wel degelijk toegekend worden, het fatsoen zal hebben om geen pluimen op de hoed te steken door een resultaat waar vooral door anderen heel hard aan gewerkt is. Het echte werk begint nu pas, werd net gezegd. Ja, ik denk dat voor sommigen het echte werk nu pas begint, maar dat er anderen daar al heel veel werk verzet hebben. Nu, we willen eindigen met een positieve noot. We zijn heel blij dat het gemeentebestuur van Pelt na eerdere twijfel de voorliggende samenwerkingsovereenkomst zal ondertekenen. En zoals de burgemeester net beklemtoonde, dat is in het belang van dit initiatief, maar ook in het belang van de toekomst van de hele regio. Dus wij stemmen hier met veel plezier voor. Nog iemand iets? En we gaan ook voorstellen. We zijn blij dat vanavond dit dossier eigenlijk voor ligt. Ik denk, voor de gemeenteraad, op het toneel dat hier gespeeld werd, wil ik toch nog eens even naar boven halen. Ik denk dat in dit dossier er maar één gemeente was, of één stad zal ik zeggen. De stad Lommel, die eigenlijk vanaf dag één gezegd heeft van zo is het. En waar de burgemeester niet bezweken is aan de druk van, ik heb het toen niet gevraagd, maar u zei dat u niet bezweken was, maar ik denk het wel. Maar die niet bezweken is aan de druk van de minister van Landbouw en de voorzitter van de Boerenbond, die nu ook nog eens vandaag namens FOCA de nodige druk heeft uitgeoefend om niet in het dossier te stappen. Nu, vorige maand tijdens de gemeenteraad was het hier anders. Er werden hier dingen gezegd. We hadden ook in de krant gelezen dat Pelt er zou uitstappen, wat we dus heel jammer zouden vinden. Het was allemaal maar krantenpraat. Hè? Maar blijkbaar was die krantenpraat toch wel correct. Want ik denk dat het meer een ruzie was in het schepencollege, waar de schepenen van Overpelt en die van Neerpelt niet overeen kwamen. Het was eigenlijk de Neerpeltse schepenen die de kandidatuur wilde tegenhouden. Misschien ook een stukje omdat Bosland op het grondgebied van Overpelt ligt. Maar dat vonden we erg bijzonder jammer. Nu, in de krant konden wij lezen, en ik weet niet of het waar is, maar u als burgemeester, u stond er natuurlijk tussenin, tussen Neerpelt en Overpelt. En gelukkig
heb je uw joker kunnen inzetten en heeft onze ex-burgemeester Frank Smeets toch nog de nodige contacten kunnen leggen, zal ik zeggen, tussen Overpeld en Neerpeld, en heeft hij toch nog de schepen kunnen verzoenen. Nu, we zijn dan ook heel benieuwd. Hè. U heeft gezegd, we stappen vandaag, we verdienen onze kandidatuur in. Maar we zijn toch benieuwd naar de stemming van enkele Neerpeldse schepenen. Zeker onder druk van een aantal landbouwers die hier vandaag aanwezig zijn, zal het voor hen niet makkelijk zijn. Dus we kijken uit naar hun stemming. Naar hun stemgedrag. Maar we gaan sowieso voorstemmen. Ik denk dat je een goed abonnement hebt op Belang van Limburg. Het Belang van Limburg had ik ook met een telefoonnummer bezorgd dat ze mij ook eens kunnen bellen als ze iets zeggen. Maar ik heb ze hier ook niet gezien op het gegeven moment. Ik heb ook niet wat verhaal. In elk geval klopt het niet dat er enige druk is geweest om te blijven staan. Wat vorige keer gezegd is, en dat is ook de enige waarde. Het is natuurlijk, het is een gepolariseerd dossier. Zijn voorstander en tegenstander. Maar ik denk dat waar het nooit over gegaan is, is over de inhoud. En als je het over de inhoud wilt hebben, dan zit je bot tegen of voor het dossier. Terwijl dat je nog altijd vaak op de bal speelt en niet op de man. En daar hebben we niet over gedaan. We zijn op die bal blijven spelen. En we zijn blijven gaan naar een gedragen oplossing voor het dossier. En inderdaad, dat is dan. Dat is met de nodige bedenkingen, de nodige kanttekeningen. Maar ik denk wel dat het dossier wat hier vandaag voor ligt, getuigt van veel ambitie voor de regio, voor Pelder ook. En waarmee we nu aan de slag kunnen voor de komende 24 jaar. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat het zeker geen verhaal Neerpeld versus Overpeld is. We zitten hier als gemeente Pelder. En ik denk dat we ook daar een zeer gedragen dossier hebben. En dat we dat dadelijk ook in de stemming kunnen zien. Dus, maar ik ben blij dat je daarvoor bezorgd bent. En wat de tussenkomst van Frank betreft, heb ik ook in de krant moeten lezen. Maar ik kan u verzekeren, ik ben een grote jongen. Ik kan dat ook zonder hulp van Frank. En dat is ook niet gebeurd daar. Wat de opmerkingen van Hans betreft, wij als Pelder geen extra natuur intekenen nu. Ik zie dat nergens als doelstelling staan in het decreet dat er extra natuur moet worden ingetekend. Een nationaal park is een gebied van voldoende grote omvang met uitzonderlijke natuurkwaliteit en een internationale uitstraling. Het is een samenhangend geheel en kan opgedeeld worden in zones van natuurkernen. En vooral dat samenhangend geheel dat belangrijk is, waardoor er ook geen noodzaak is om extra natuur in te tekenen. En ik denk, als je het hebt over de pluimen van het hoed, ik denk pluimen op de hoed steken, ik denk, en ik zelf nu misschien niet, maar ik denk hier anderen rond de tafel die wel pluimen op de hoed mogen steken, want dat er zonder Pelder of Overpelder 17 jaar geleden vandaag geen bosland waren geweest. En dan zijn er misschien anderen die daar anders over denken, maar ik denk dat er zonder Overpelder destijds, 17 jaar geleden, samen met Echtel Exel, de toenmalige meerderheid, en met Lommel, toen een belangrijke stap is gezet door Bosland op te richten, waar dan nadien Peer nog eens is bijgekomen. Er wordt ook gewezen dat er geen extra natuur wordt ingekleurd, de ecologische impulsgebieden. Ik heb net al, en ik heb het de vorige keer ook al gezegd, natuur staat of valt niet met een nationaal park. Het is niet dat dit de enige gebieden zijn waaraan natuurontwikkeling kan gedaan worden of zal gedaan worden in onze gemeente. Ik heb net de voorwaarden nog eens voorgelezen waaraan een nationaal park moet voldoen. En ik denk dat we hier zien dat de dynamiek van Bosland en waar de kern van Bosland zit, vooral ten zuiden van Pelder, dus ik denk dat het ook gewoon een geografische realiteit is, dat daar die impulsgebieden dan ook zijn ingetekend in andere gebieden. Wat was de derde opmerking? Ja, de trekker, daar heb ik... de trekker van de concrete acties. Dat is niet waar wat daar gezegd wordt. We staan misschien als gemeente... Ik heb de actielijst nu niet voor me, dus ik kan het niet nagaan. Maar er zijn meerdere acties waar alle boslandgemeenten als trekker staan. En het is niet omdat er één gemeente als inhoudelijk trekker wordt beschouwd, dat er of die acties niet kan worden samengewerkt. Hè. Dus dat al dan niet aangeduid staan als trekker voor een concrete actie,
Dat wil niet zeggen dat daar geen schouders onder staan, of dat daar, dat gaat louter over het initiatief genoemd. Dus dat, dat is daar bij deze ook gevraagd. Toch, in gebrek aan discipline, dat maak je kunnen van zeggen waar je bedoelt, en ook die dat daar gedaan van de vrijgeschermde lijst en wel voor mij, ja, je ziet daar continu bij staan. En nog eens, je kunt samenwerken aan denk van de bedoeling dat staat gewoon in Wol, echt langs zo'n AMB, natuurpunt, weet ik niet. Alles. Ja, natuur is 30% van de kernnatuur ligt in Wol, 30% van de kernnatuur ligt in Exalax, zo'n 15% van de kernnatuur ligt in Belt. Dus die hele kernnatuur is in beheer gegeven aan ANB. Als er iets moet gebeuren, dan is het uiteraard ANB die dat eventueel trekt. Hè? En dan kan dat zijn een stukje grond waar wij ook een beetje eigenaar van zijn misschien. Ik wil wel, dat we daar wat meer aan trekken. Hè? En dat we sommige acties samen doen. Mij lijkt dat logisch. Wij zijn kleiner. Geheel. Dat heeft te maken met de geografie. Wij zijn kleiner binnen dat verhaal. Hè? Samen zijn we groot. Hè? Maar dus ik denk dat het logisch is. Hetgeen dat in die kernnatuur zit langs de pelterkant, is in beheer van ANB. Dat is belangrijk om onderscheid dat je moet maken. En dat heeft impact op je lijst ook. Dus ik denk dat je daar niet zoveel ongerust over moet maken. Oké, okay, de toekomst zal het uitwijzen. Denk het wel. Goed. En deze raad wordt dus verzocht. De samenwerkingsovereenkomst die geldt als positief advies op het masterplan 2024 tot 2048, het operationeel plan 2024 tot 2030 en het governanceplan van kandidaat Nationaal Park Bosland goed te keuren. En bovendien neemt de gemeenteraad dan ook kennis van de beschikbaarheid van een kaart met de perimeter van het strikte park met de detailgraad tot op het perceelsniveau. Mijn vraag is, wie is akkoord? Iedereen? Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Dat is terug opnieuw Bosland en Veen. En daar hebben we... Afspraak van Bosland voor 2022 dat we moeten goedkeuren. Ik geef het woord aan Leen. Ja, ik kan er heel kort over zijn, denk ik. Hè, want het grootste deel van het werk is uiteraard gestoken in het vorige punt. Dat begrijpen jullie wel. Wat we daarnaast, dus naast de voorbereiding van die kant hebben gedaan, is geprobeerd om Bosland in leven te houden op vlak van evenementen en beleving voor de Boslanders en alles wat er de afgelopen jaren ook doorging. Dus de dagelijkse werking eigenlijk, hè. Misschien kort iets over erfgoed, waar we twee medewerkers in onze IOID aan de slag hebben momenteel, die een hele inventarisatie hebben gemaakt van het funerair erfgoed, die alle schansen hebben geïnventariseerd, mooie schansenroute hebben gemaakt, deelname aan de overmonumentendag, ondertussen ook bezig zijn met een heel mooi werk van inventarisatie van alle mogelijke kapellen die voorkomen in Belt. En daar zijn ze ook van plan een beleidsplan rond te schrijven, hoe daarmee om te gaan, dat we dat allemaal een beetje op eenzelfde manier doen. Ja, groen jobs is ook iets wat belangrijk is binnen Bosland. Uiteraard het versterken van de natuur, ook daar is in 2022 wel wat aan gedaan. En nieuwe aanplantingen die gebeurd zijn, verwijderen van exoten, iets streek-eigen materiaal en zo verder. De samenwerking met regionaal landschap, dan vooral de landschapsteam die constant bezig zijn met de routes te onderhouden. In Pelt bijvoorbeeld zijn er ingrepen gebeurd aan het Oliepolisbos op vlak van toegankelijkheid, wat door die landschapsteam is uitgevoerd.
Wat betreft ondernemerschap hebben we weer, dus elk jaar zijn we heel blij dat we nieuwe gastheren mogen verwelkomen. En afgelopen jaar zijn er 9 nieuwe gekomen, waarvan 3 in het veld. En dat was Vespa Verhuur, Nature Like en Franciscushof, die nieuwe gastheren zijn geworden. De onthaalpoorten, belangrijke onthaalpoorten die al wat stappen voorwaarts hebben gezet met House of Nature in Lommel. Het Tommelhuis in Peer, wat denk ik volgende week of over 2 weken zal opengaan. En de grote hof wat in Pelt een belangrijke is. Nu daar misschien toch kort iets over zeggen. Dat is helaas nog niet zo heel veel aan kunnen gebeuren. Je weet dat Natuurinvest daar het initiatief in moet nemen. Ze zijn daar bezig geweest in de vorm van het zoeken naar een ondernemer die daar wil investeren en ook aan een uitbating wil doen. Ze hebben daar wel eens een kandidaat gehad en die daar ook wel een mooi plan voor had uitgewerkt, maar eigenlijk lang niet de prijs zou willen betalen die daar ooit is ingestoken. Dus daar is niet tot een consensus gekomen, wat uiteraard altijd kan. Men heeft dat nu ook wel een beetje laten liggen in het kader van de visie die geschreven wordt in het Nationaal Parkverhaal. Maar de bedoeling is wel om daar na het groot verlof weer daarvan onder het stof te halen en daarmee verder te gaan. Het hoofdbos, want anders zou er misschien toch wel ergens een vraag zijn. Daarvan denk ik dat een klein jaar geleden, ik weet niet precies, hier ook de vraag is gesteld wat de stand van zaken is. Daarvan hadden wij toen, een viertal kandidaten die zich hadden aangemeld om daar iets mee te kunnen doen. Maar waar eigenlijk één iemand is uitgekozen, of die eigenlijk voldeed aan de vragen die daarvoor gesteld werden. Dat is nog altijd lopende, alleen het is een beetje veranderd. Dat was toen een aannemer en zijn zus en de vriend daarvan, of man, die samen een project aan het schrijven waren. De aannemer zou uiteraard het bouwtechnische doen. De zus en de man zou een sociale invulling voorzien en uitwerken. Nu, om familiale redenen zijn die zus en die vriend eruit gestapt. Maar de aannemer ziet dat nog altijd als een heel interessant project. Heeft daar natuurlijk ook al kosten aan gemaakt. Wilde dat heel graag verder doen. En heeft nu blijkbaar een nieuwe Pelse kandidaat gevonden om het sociale project verder uit te schrijven. Het zou in dezelfde zin zijn, maar een kleine variant daarop. Maar nog altijd in de zin van het laagdynamische, met speciale doelgroepen werken en zo verder. Veel meer weet ik daar eigenlijk ook niet van. Alleen dat het de deadline nog altijd hetzelfde is en dat die deadline eind juni is. Dus hopelijk weten wij dan wel wat meer de stand van zaken. En ik hoop dan met jullie waarschijnlijk dat dat echt een knaller van een project voorgesteld wordt. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje bang afwachten. Maar we wensen natuurlijk heel veel succes. Dat was even een kleine afdwaling van de onthaalpoorten. En dan heeft Bosland zich in 2022 ook natuurlijk communicatief blijven proberen onder de aandacht te houden. We zijn uiteraard heel veel in het nieuws geweest. We zijn heel positief in het nieuws geweest. De laatste week zijn we anders, misschien anders in het nieuws geweest. Maar in elk geval, van communicatie was er geen gebrek. En uiteraard zijn er onze bekende evenementen ook in 2022 een aantal leuke dingen in Pelt zijn doorgegaan. Een nieuwe daarvan was de Modderdag. Ik geloof de eerste dag van de grote vakantie, ben ik niet zeker. Maar dat was een geweldig groot succes voor de kinderen in het Heezakkerpark. Tipsgeversdag is in Pelt doorgegaan. Film in Bos is in Pelt doorgegaan. Dus ja, dat is kort samenvat het dagdagelijkse werk van 2022. Het strategisch is denk ik wel toegelicht. Dus ik weet niet of daar voor de gast nog veel vragen bij dit jaarverslag zijn. Misschien, ja, dat heb ik denk ik niet gezegd, de bijdrage vanuit de gemeente Pelt. 30.000 euro, wat wij op de gemeenschappelijke rekening jaarlijks storten. En 2022 hebben we 25.000 euro extra daarvoor voorzien. Dat weten jullie allemaal al, maar dat was in het kader van de indiening of voorbereiding van het project Nationaal Park. Ik denk dat ondertussen deze te kennen.
De vraag in de hobo stond hier inderdaad klaar. Als ik het goed begrijp, in deadline, die blijft eigenlijk staan. Ook als... Ja, dat heb ik heel uitdrukkelijk gevraagd hè, met die nieuwe wending. Maar inderdaad, die deadline die blijft. Ze hebben daar een procedure voor uitgeschreven en daar kunnen ze ook niet van afwijken. Ze hebben daar geloof ik al eens 3 maanden of zoiets kunnen verlengen, maar dat was het maximale, dus dat zou blijven. Ja. Ik geloof dat eind juni was. Ja, dat is zelfs. Ja, de vraag. Ik denk dat eind juni van. Niet dat het door de gezonde omstandigheden al wat gepast. Ja. Nee, maar ze zagen er nog wel al. Ze waren er nog volop aan bezig, dus zij het. Je leert eigenlijk zelf geen kijk op. Nee, geen verdere kijk op, nee. Nee. We hebben eens, ja, dat is al lang geleden, we hebben eens samengezeten met die eerste samenstelling, zo gezegd. Dat was toen een kleine kennismaking, toelichting. Maar de verdere traject zijn wij niet betrokken en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, hè? Ja, de natuur en vest, daar... de regie, de coördinatie verder doet, dan samen met ANB en de gemeente Pelt. Dat werk beoordeeld dan en vanuit de gemeente is het Riek ten Haven, ons dienst over vrijheid. Ook expert binnen het bedrijf van Torbos. Dus we wachten daar die deadline af. En dan, het is ook iets dat dicht naar de gemeente raak gaat komen. Dat dossier, die... Ja, waarschijnlijk zal het eerst in het Belang van Limburg komen. Dan kunnen we rustig aan de stand komen. Ja. Eventueel afbrengen. Dan kan dat hier het echte nieuws zien. Ik denk, de bedoeling is dat dan... Het zal voorgesteld worden aan ons, neem ik aan. En we kunnen daar wel eens een keer iets over vertellen, denk ik. Maar hoe dat... procedureel naar het verloopt, dat weet ik nog eigenlijk. Als dat jas is gevraagd voor in de gemeente, dan zal het leer komen. Ja. Ik denk dat als de invulling duidelijk is, dat het wel niet meer als fatsoenlijk is, dat we daar ook de raadsleden van in de kennis stellen, omdat het een belangrijk project is in de gemeente. Ja. Oké, we wachten vol hoop. Ja, wij ook. Kunnen we het jaarverslag van Bosland goedkeuren? Yes. Voor. Dank u. Het volgende jaarverslag is van de plaatselijke groep Kempen en Maasland, Doris en Liefde. Dank u wel, Zien jullie, ik vind het wel als een begin van het jaarverslag en jaarrekening van de plaatselijke groep. We zijn daarbij vaak voor alle dat we vanuit 2022 en de jaren participeren in het project rond het werk. Landelijk van PGL rond de waterkwaliteit op en rond de landbouwbedrijf. Het meeste gezelschap. Op de resultatenrekening kunt u dus aan de inkomstenzijde en de voorfinanciering terugvinden van de provincie Vlaanderen en euro. Dat bedrag 8.664 centjes. En bij de uitgaande loonkaartwerking en de driejaarsvereniging waren er van 8.132,36. Ik vind vast terug. Vragen erbij? Het jaarverslag goedkeuren? Iets voor? Iedereen? Agenda punt 15. Fluvius, er moet een protocol in zaken uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van PO-beheer afgesloten worden. Ja, misschien dat. Dat is eigenlijk het samenwerkingsakkoord, gelijk je net al hebt gezegd, voorzitter. Met Fluvius om in het kader van geobeheer een aantal zaken van de persoonsgegevens te kunnen. Daarvoor moeten wij hier de gemeenteraad goedkeuring. De keuring van de geo-aansluiting en de handhaving daarvan. En het opmaken van afkoppeladviezen bij afkoppelingsprojecten. Zoals er wel eens een aantal, als er veel aan de weg gewerkt wordt. Dus daarvoor moeten wij een protocol afsluiten. Kunnen we akkoord gaan? Wie is voor? Dank u. Dan komen we terug bij de woonmaatschappij. En nu gaat het over landwaarts, de buitengewone algemene vergadering.
De bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger, dat is juist helemaal toegelicht hoe het gaat. Kunnen we dat is voor? En wie onthoudt zich? Dan Campus Huis is ook een buitengewone algemene vergadering op 30 juni, ook in het kader van dit is voor. En wie onthoudt zich? Heb je al gelezen of wat? Een algemene vergadering van de regio Noord-Limburg, dienstverlenende vereniging, een bepaling van het mandaat van de gemeente Kunst-Vertegenwoordiger. Kunnen we daarmee akkoord gaan? Besproken is. Akkoord. En wie onthoudt zich? Limburg heeft ook een algemene vergadering op 27 juni. De bepaling van de mandaat van de gemeente Vertegenwoordiger. Wie is akkoord? En wie onthoudt zich? Dan kom ik bij Fluvius. De algemene vergadering op 7 juni. De bepaling van het mandaat van de gemeentelijk vertegenwoordiger. Wie is voor? En wie onthoudt zich? Nog een algemene vergadering die verder op 15 juni. Wie is voor het? En wie onthoudt zich? De dienstverlenende vereniging Nolenpark, de algemene vergadering op 14 juni. Wie is voor? En wie onthoudt zich? Dan Limburg.net. De algemene vergadering gaat daardoor op 21 juni. De bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Wie is voor? En wie onthoudt zich? En de laatste in de rij is Sipal. De dienstverlenende, daar is ook een algemene vergadering op 22 juni. Wie is voor de bepaling, het mandaat en wie onthoudt zich? Dat was in het vaartje, de algemene vergadering. Dan zijn we ook aan het einde van deze gemeenteraad gekomen, maar de rest is nog de vragenronde en daar is een vraag gekomen van de fractie Groen. Ja. In de vraag van mobiliteit, we hebben al een slechte gekregen om de mensen daar. Is het eigenlijk zo wat onmogelijk om een veilige en een snelle manier met een fiets, zonder dat je een gigantische omweg moet maken in Nepal Centrum, te gaan bijvoorbeeld aan de lagere school, in het centrum of aan de WICO campussen. Ja, we vragen ons af of dat de gemeente daar al over nagedacht en of de gemeente van plan is om daar iets aan te doen, want ja, je kunt eigenlijk alleen snel en korte manier richting centrum via die levensgevaarlijke oversteek naar de hockeylaan. En ja, dat is natuurlijk een mobiliteitsprobleem. Dus in principe twee opties. De hockeylaan en dan zo richting Jacques. Jacques zet als ik dan even neer bij het centrum, de schoolpak. Wel heb je dan inderdaad Europalaan, Stuifstandstraat, eigenlijk onder dat brugje door. En dan zo richting terughaag door een dijk, Rallylaan. Dus waar dat die oversteek wel is aangepakt. Waar dat je nu wel een veilige oversteekplaats hebt. En dan eigenlijk vanaf daar op een veilige manier richting Neerpelt Centrum geraakt. De twee tracés ongeveer, als ik het goed heb voor heb, liever, dat is ongeveer een 3,5 kilometer. Of dat je nu langs boven of langs onder gaat, zal ik even zeggen. Hè. Dus dat is ongeveer een 3,5 kilometer. Wat voor het overgrote deel eigenlijk een veilige route zijn. Hè. Maar waar zit natuurlijk de grote struikelblok op dit moment nog in? Dat is de Fabriekstraat. Hè. Daar zit eigenlijk het grootste knelpunt in. En daar zijn we met AWV ook in overleg om dat ook in te richten, zoals bijvoorbeeld een Peerlebaan of een Hamerweg, maar dan het achterstuk, hè, of het laatste stuk, om dat eigenlijk met die inrichting ook te krijgen en dus daar ook dat stuk ook veilig te krijgen. Maar dat is ook omdat dat op de Westweg is, zitten we daar ook met AWV rond de tafel om dat toch ook op die manier dat eerst te kwamen. De brug wel.
Nee, dat niet. Maar dat is goed. Is dat niet volledig geweest zo? Dat is nu, dus de bedoeling dat je... Er is eigenlijk contact genomen met AGV en daar die hoogsteken in boog te laten om die veilig te maken. Zo moet je dat betreffen. Ja, want dat is, ja, het hangt er natuurlijk een beetje vanaf van waar je komt. Maar als je hoogtemomenten die daar het rukje onder doorgaan, wat je net vertelt, en dan de fabriekstraat pakken, dan de Bergrijkse weg, dan richting Kanaal, dan zit je een kilometer langer onderweg natuurlijk. Voor u of mij. Maar daar mag je niet uit, maar als je kinderen richting Lagers, richting Middelbouw, dat is heel ontzettend. Ja, dat is het. Oké, maar dat is een initiatief vanuit de gemeente. Of, het kan hopen dat er snel is. Hopen wij nog een zin opstaan. Dan ben ik door de jaren heen. Ja, het is in 21 uur.